Het is feest in een deel van het Rotterdamse Krooswijk. De gemeenteraad heeft gistermiddag namelijk de plannen om zo'n 700 woningen te slopen naar de prullenbak verwezen. En ook vandaag was de opluchting nog groot bij de bewoners die zich al jaren fel verzetten tegen de sloop. Hoe groot is de blijdschap? De blijdschap? Geweldig. Geweldig. Dat we toch een keertje naar ons geluisterd hebben, wat we toen, 10 jaar geleden al voorspeld hebben. Want het blijft natuurlijk Krooswijk. Jarenlang hebben ze gestreden tegen de sloop, de bewoners van Nieuw-Krooswijk. 1800 van de 2100 woningen in de wijk moesten tegen de grond om plaats te maken voor nieuwbouw. Intussen is 40% gesloopt en een kwart daarvan is weer opgebouwd. Van de overige 1000 woningen heeft de gemeenteraad besloten er zeker 700 te laten staan. Heel blij. Heel blij. Maar mijn gevoel was altijd al zo. Ik denk dat kennen ze toch niet gaan slopen. Welke suffer doet nou zoiets, dacht ik al steeds. Hou jij eens even op. Goed volk. Hoe lang woont u hier al? Dit huis? 46 jaar. Wel lang, hè? Ook bij Menno Jansen is de opluchting groot. Hij is al 8 jaar bezig de sloop van Nieuw-Krooswijk tegen te houden. Ja, geweldig. Je durft het eerst bijna niet te geloven. Het is een soort mengeling van euforie en moeheid die valt over je heen. En daarna hebben we de champagne opengetrokken en was het heel gezellig hier zo in de buurt. Wethouder Karkoes liet na de raadsvergadering direct weten dat de bewoners niet te vroeg moeten juichen. Masterplan gaat gewoon door, de ontwikkeling van Krooswijk gaat gewoon door. En daarom vind ik het zo jammer dat dus de bewoners, als ze de indruk hebben dat nu alles van tafel is en dat de ontwikkeling stagneert of stopt, dat is niet het verhaal. Toch mogen deze woorden van de wethouder de pret niet drukken. Wat we nu kunnen is gewoon de buurt weer opbouwen. En daar zijn we blij mee. Die bedreiging van jarenlang, die is nu weggenomen. Nu kunnen we naar voren, vooruit, opbouwen. Hoe gaat u dit vieren? Ja, erwtensoep, hè? Ja, en kloewijn en andere soorten wijn. Ja, dat moet gevierd worden natuurlijk, hè? Ja, begin volgend jaar staat er een overleg gepland tussen wethouder Karkoes en de ontwikkelingscombinatie Nieuw-Krooswijk. En dan wordt meer duidelijk over de toekomst van de Rotterdamse wijk. In scholengemeenschap De Wielslag aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid is vanmorgen een 16-jarig meisje licht gewond geraakt bij een steekpartij. Een 14-jarig meisje is aangehouden. De twee hadden ruzie. Het 16-jarige meisje liep steekwonden op in haar bovenlichaam en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze kreeg ruzie met een ander meisje. Wat ik nu begrepen heb, is dat zij een woordenwisseling hebben gehad in de aula. Daarbij is een 14-jarig meisje boos weggelopen. Zij is kort daarna weer teruggekomen en heeft toen het andere meisje aangevallen met een Stanley-mesje. Waarover de twee ruzie hadden, is niet bekend. Op de school zijn alle leerlingen geïnformeerd door de leraren. Ik ben net zelf even binnen geweest en ik heb begrepen dat alle leerlingen in de klasse gehouden zijn. Dat hen verteld is wat er gebeurd is. En gelukkig is de ernst van de verwondingen dusdanig dat mensen daar wel enige rust bij hebben. Het 14-jarige meisje is aangehouden. Het moet echt een pop-achtig, rock-achtig decor worden, weet je wel. Dus dat is echt zo'n bang, en dan staat DJ en dan act en dan changementen. Er is onrust ontstaan onder de huishoudelijke hulpen van Thuiszorg Rotterdam. 780 medewerkers gaan per 1 januari over naar een ander bedrijf, omdat Thuiszorg de huishoudelijke hulp niet winstgevend kan maken. Een ander bedrijf, Favio, denkt dat wel te kunnen, maar daarvoor worden de salarissen vanaf 2013 fors verlaagd. Ida Baks en Mirjam Wouneberg werken allebei al meer dan 20 jaar voor Thuiszorg Rotterdam. Zij voelen zich aan de kant gezet. Ik zie het de toekomst al slecht in. Ik weet het al niet. Ik heb al een baantje erbij. En ja, hoeveel moet ik er dan nog bij nemen? Het is voor mij best wel veel geld. Ja. Ik ben zeker verrast door de brief. Ik had dit allemaal niet verwacht. En het is ook niet wat onze toekomst zou worden bij de thuiszorg of bij Favio. Allebei gaan ze erop achteruit. Ik ga in totaal ongeveer 1500 per jaar achteruit. Voor mij scheelt het €140 per maand. Per maand, ja. Voor Thuiszorg Rotterdam komt de salarisverlaging niet als een verrassing. Alleen betaalt Thuiszorg volgend jaar nog het verschil. Daarom krijgen de medewerkers pas vanaf 1 januari 2013 minder geld gestort. We hebben nooit onder stoel of bank gestoken aan de medewerkers dat op termijn het wel zou kunnen zijn dat er aangesleuteld gaat worden. Hè. Dat is dus wat dat betreft een niet onverwachts. Maar nogmaals, de timing is wat ongelukkig gekozen. Mirjam heeft haar gesprek met Favio al gehad.
zij was een aardig meisje, maar ja, het was hard eigenlijk. Ik word voor het blok gezet, nu tekenen of je hebt vrijwillig ontslag genomen. En Ida laat het er niet bij zitten. Ik heb de vakbond ingeschakeld en ik moest wachten tot nadere informatie. Ze zijn hard voor ons aan het vechten. Heeft u hoop? Ik blijf hopen en vechten en ik moet het afwachten wat de toekomst hier weer van maakt. Er is voor de thuiszorgmedewerkers vanmiddag een kerstborrel in Engels in Rotterdam. Nou, die neem ik dan nog wel om een beetje vrolijk te worden. Maar ja, het doet hier wel wat. En Faveo kon vandaag niet voor de camera reageren op deze kwestie. Een klein lichtpuntje, zo vlak voor kerst, voor bemanningen van de 7 schepen die in de Rotterdamse haven aan de ketting liggen. Het gaat dan om schepen waar beslag op is gelegd, bijvoorbeeld vanwege een faillissement. Om het leed voor de bemanning, zover van huis enigszins te verzachten, deelde het havenbedrijf Rotterdam vandaag kerstpakketten uit. De havendienst 10 ligt er helemaal klaar voor om voor het eerst kerstpakketten te brengen naar bemanningsleden van kettingschepen. Over het algemeen worden zeeschepen die langer in de haven blijven, kettingschepen, keurig voorzien van proviant en andere spullen door de stichting Casco. Maar in dit geval zeggen we als havenbedrijf willen we toch graag wat extra doen voor deze mensen. Dus we brengen ze een pakketje aan boord met een fles wijn, wat spelletjes en wat lekkernijen. Door een financieel conflict tussen rederij en schuldeisers ligt de chemietanker Chelsea al 4 maanden aan de ketting in de Waalhaven. De bemanning kan niet naar huis en moet zich ook straks met de kerst maar zien te vermaken. I not been at home for the last 4 or 5 Christmas and New Year, so it's a part of our life. De kapitein is niet voor niets zo laconiek, want dit schip heeft voldoende proviant en de salarissen worden iedere maand uitbetaald. Maar Nico Sannes van Casco maakt het wel eens anders mee. Laatst geleden nog de Tira door, dan moesten we voeding aan boord brengen via de voedselbank. En dan is het natuurlijk slecht voor de mensen. En het mooie is dat we altijd van, als we ergens steun vragen, dat we het krijgen. Dat vinden wij het mooiste. De vrijwilligersorganisatie is aardig vergrijst. Nico is inmiddels 77 jaar. Maar de kans dat een jongere lichting het overneemt is uiterst klein. Nee, helaas geen opvolgers. Het karrewei is waarschijnlijk te omvangrijk en te intensief. Want je moet wel 40 uur vrijwilligerswerk doen per week. En wij doen er nog altijd een stuk idealisme. En tegenwoordig ligt dat toch wat anders. En deze actie met het havenbedrijf, leuk? Ja, die vinden we fantastisch, want het havenbedrijf is een tijdje lang afwezig geweest op dit soort werk. En sinds René de Vries havenmeester is geworden, komen ze er meer dichterbij. Merry Christmas, darling, wherever you are. Het sportnieuws komt van Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, dit weekend de laatste speelronde voor de winterstop met onder andere Feyenoord FC Twente. Wat is het laatste nieuws? Nou, dat Jordi Klaas in ieder geval die wedstrijd tegen Twente gewoon kan meespelen. De jonge middenvelder raakte afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Utrecht geblesseerd, maar is dus inzetbaar. Sekou Cissé, die in die wedstrijd ook geblesseerd raakte, en ook Stefan de Vrij, zij zijn nog twijfelgevallen. Stefan de Vrij is herstellende van een enkel blessure die hij een maand geleden opliep in de uitwedstrijd bij Vitesse. De verdediger trainde vandaag weer deels met de groep mee en morgen wordt besloten of hij deel uitmaakt van de selectie. Datzelfde geldt voor Sekou Cissé. De Ivoriaanse aanvaller viel vorige week bij FC Utrecht al snel geblesseerd uit met een enkel blessure. Maar in eerste instantie leek het erger dan het was. Nou, hij is natuurlijk behoorlijk, ging hij door zijn enkel. Dat zie je, dat hoor je dan ook dus. En dan zal morgen uitwijzen of het wel of niet kan. Ik ga altijd uit van het feit dat een speler graag wil spelen. En het is natuurlijk ook in zijn situatie zonde als dat niet zo kan zijn. Want ja, na een moeilijke start in dit seizoen met toch wel wat blessure, toch wel wat naweeën van zijn teen, oogde hij ook heel fit en fris en dat liet hij ook zien. En dan is er het verhaal Leroy Fair. Net als Jorginho Wijnaldum heeft het publiek het hem kwalijk genomen dat hij Feyenoord deze zomer verlaten heeft voor een andere Nederlandse club. Fair was de laatste weken geblesseerd en zal in de Kuip hoogstens op de bank beginnen. Vorig jaar was FC Twente 2 keer te sterk voor de Rotterdammers. In Enschede werd het 2-1 en in Rotterdam 0-1. Maar Koeman houdt zich vast aan andere statistieken. Hij verloor namelijk nog nooit van Twente trainer Co Adriaanse. Nee, wij hebben 7 keer tegen elkaar gespeeld en Co heeft nog niet gewonnen, nee. Het zijn niet altijd de mindere ploegen geweest die hij heeft getraind.
Dan was er nog goed nieuws voor Feyenoord. Want de club heeft van de KNVB te horen gekregen dat Feyenoord op het punt staat de zorgwekkende categorie 1 te verlaten. Omdat de financiële situatie van de club dermate is verbeterd, zullen ze bij een volgend meetpunt promoveren. En daardoor is de licentie van de club niet langer in gevaar. En wordt Feyenoord niet meer onder curatele gesteld door de Voetbalbond. Naast Feyenoord heeft ook Excelsior van de KNVB te horen gekregen dat zij die zorgwekkende categorie 1 gaan verlaten en verhuizen naar categorie 2. En Excelsior speelt morgenavond overigens de wedstrijd bij Roda JC. En de laatste wedstrijd, de laatste speeldag voor de winterstop in de eerste divisie is vanavond al. Dan is het namelijk Dordrecht tegen de Go Ahead Eagles en Veendam tegen Sparta. Oké, Sinclair, dankjewel voor de sport voor nu. Maar straks na het nieuws en het weer is er uiteraard weer FC Rijnmond met Etienne Verhoef. En wie zit er bij jou aan tafel, Etienne? Nou, Jan-Dirk Stouter, zoals elke week. En naast hem een held van Feyenoord. Henk Vrezer, tegenwoordig assistenttrainer bij ADO Den Haag. Jan-Dirk keek net al op zijn Twitter en zag al heel veel reacties binnenkomen over het feit dat Henk Vrezer hier zit. Dus over een kleine 10 minuten zijn we er met een nieuwe FC Rijnmond. Met Jan-Dirk en Henk Vrezer dus. Dat is straks na het nieuws en het uitgebreide weerbericht. Nou en Wauw is terug in Rotterdam. Niet meer als wekelijks avondje uit, maar als een festival dat 2 keer per jaar wordt gehouden. Volgens initiatiefnemer Ted Langebach heeft Rotterdam behoefte aan nieuwe uitgaansplekken waar iconen van de stad en jonge talenten elkaar kunnen ontmoeten. Het is echt een pop-achtig, rock-achtig decor worden, weet je wel. Dus dat is echt zo'n bang, dan staat DJ en dan act en dan changementen. Dus we hebben heel veel thema's en die thema's die worden dan uiteindelijk, zijn een soort songs, weet je wel. En DJ's staan dan, ja, dat gaat dan een soort naar een apotheose toe. De extravagante feesten die Ted Langebach in zijn dansclub Now Wow organiseerde, zetten het Rotterdamse nachtleven echt op de kaart. Maar na een schietincident in 2006 trok hij de stekker eruit, omdat hij zich niet meer gesteund voelde door de gemeente. Daarna begon die What. Ook dat liep op een fiasco uit. NERD, Public Enemy, iedereen kwam daar langs. Nou ja, toen was het ook weer zo van klagende buurtbewoners, discrepantie tussen enerzijds horecaondernemers en buurtbewoners en politiek. Dus je wil die stad op de kaart zetten en 2 bewoners kunnen het dan uiteindelijk verzieken voor een poppodium, voor andere dingen en voor het plezier van heel veel andere mensen en zo. Is het allemaal goed, klaar? Ja. Oh, ja. Toen dachten mijn vriendin en ik, nou we gaan weg uit deze stad. Zijn we voor G-Star gaan werken. Ik ben cultuuradviseur in gemeente Eindhoven geworden. Ik heb veel gebivakkeerd in Barcelona, Berlijn, we zaten in New York, noem maar op. Hey Remco. Maar na 3 jaar is hij dus terug. Met een jong en creatief team wil hij met een halfjaarlijks festival de stad nieuw leven inblazen. Peter en ik hadden zoiets van ja, Rotterdam staat stil. En op bepaalde vlakken, zeker op het uitgaansgebied, cultureel uitgaansgebied, mensen hadden geen identificatie meer. En wij zagen natuurlijk in andere steden van als je een dynamisch uitgaansleven hebt, hè, dan is het ook van vitaal belang voor je creatieve economie en voor je werkgelegenheid. Ik denk, waarom snappen ze dat in Rotterdam niet? Als wij door de stad rijden en er worden 100 of 200, 300 keer op een dag ons gevraagd van willen jullie wat doen? Dan kun je ja, 300 keer nee zeggen, maar op een gegeven moment moet je ook zeggen ja, dan moeten we daar dan ook uiteindelijk weer wat mee gaan doen. Want het is leuk om dingen in Berlijn en andere steden te organiseren, maar als je dan terugkomt en dan kom je in je stad en hij is leeg, dan voel ik wel in ieder geval weer de behoefte om iets te doen. Nou, er is over nagedacht, toch? Pas precies. Ja, pas precies. Ja. Ik zie jullie zo meteen weer bij de silo. Ja, lekker. Geef je hond aaien. Het nieuwe concept van Now Wow is dus dat we iconen en talenten aan elkaar verbinden. En dat we onder de paraplu van Now Wow, wat nog steeds een heel sterk merk is, dat we ja, mensen zoveel mogelijk visueel, decors, bandjes, nieuwe acts. We gaan veel talent ook neerzetten. Maar er staan ook de iconen van vroeger. Dus wat dat is eigenlijk de kracht. Hè? Iconen identificeren met talenten en talenten identificeren zich met de iconen. En we maken weer 1 grote sprookjesfabriek. En dan zouden ze ook nog hierop kunnen staan, hè? Het programma van het festival blijft tot op het laatste moment geheim. Maar 1 ding is zeker, het wordt een feest voor het publiek. Het publiek moet het overnemen, het publiek moet participeren. En uiteindelijk moet het publiek, hè, dat is mijn credo altijd geweest, al 20 jaar lang. Het publiek moet op het podium en de artiest moet er weer de zaal in. En dan krijg je de juiste interactie. Weet je, ze moeten zich ook allemaal een beetje een soort artiest voelen ook en zo. En dat is denk ik voor heel veel mensen ook wel leuk in deze zware tijden. En, nou ja, even gechargeerd, maar ze willen even allemaal weer
even thans auf den Vulkan, hè, dat zeggen ze in Berlijn. En ja, dat is wel, wel mooi, denk ik. Nou, er zijn geen kaarten meer te krijgen. Wie zin heeft in zo'n feestje krijgt over een half jaar een herkansing. En een uitgebreid verslag van hoe nou en wauw het morgenavond wordt, ziet u maandag in onze uitzending. Dan was dit Rijnmond Nieuws. Meer nieuws is te vinden op rijnmond.nl. Ik wens u nog een heel prettige dag verder en een mooi weekend. Dag.